Welkom bij Grootspijs. Ja, ik ben hier natuurlijk voor weer een fotoshoot. En dan ben ik hier al veel vaker geweest. Ik ben altijd te druk om een video te maken. Dus dit is wel een mooi moment. Het is hier, het is van natuurmonumenten, tenminste het is echt een natuurpoort. Het is hier druk en gezellig. Je kan hier prachtige foto's maken, je kan hier fijn parkeren, er zit horeca. En een hoop mensen die kennen het natuurlijk. Maar dat staat niet in de weg dat het gewoon echt een hele mooie plek is. Kijk maar eens mee. In Oostenrijk zit een hele fijne parkeerplaat. Die lopen we af, dan komen we langs wat horeca en dan al vrij snel zijn we in de buurt van bossen, water en heel veel wandelpaden. Het is hier allemaal prachtig onderhouden en zeker op het moment dat de zon ondergaat, dat moment is net geweest, want mijn fotoshoot die zit er al op, dan heb je op plaatsen zoals dit echt een geweldig uitzicht. Moet je eens kijken. Het is nu begin januari terwijl ik deze video maak. Dus het ziet er natuurlijk allemaal wat donkerder en bruiner en grauwer uit. Oh, het is al donker. Oh, daar zijn we. Hi. Nou, doordat het dus de bossen zijn, is het eigenlijk... Alle bossen zijn ideaal om foto's te maken. Maar deze zijn wel heel mooi. Een mooi ven ook in de buurt. Een speeltuin, een groot grasveld, wijde uitzichten, bomen. En het is een hele fijne plek om ook foto's te maken tijdens de zonsondergang. Maakt dat hier de Oostenrijkse bossen en vennen ideaal zijn voor een fotoshoot van ongeveer een uurtje. Nou, kom je hier uit de buurt of kom je wel eens in de buurt of vind je het niet erg om hier naartoe te rijden en zou je graag een fotoshoot doen? Neem dan gerust contact op. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende.